nog gelukkig nieuwjaar of beste wensen, makkers. Ik weet het, ik ben inmiddels een beetje laat mee, maar dit is de eerste interactievideo die ik weer voor jullie maak. Dus nu kan ik jullie weer even face-to-face recht in de oogjes aankijken. Ja, dus kijk maar even goed. Maar vandaag is het weer tijd voor... Why? Leave your entries in the Discord server. Bros, and I'll watch the mission in the next episode of... Bye. Maar voordat deze video begint wil ik even zeggen dat deze video wordt gesponsord door Bax Music. Dank jullie wel hiervoor, thank you very much. Hun hebben namelijk mijn setup weer een beetje geüpgrade. Ik laat jullie wel gewoon even zien. Kijk, 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 je kan zo zien hele mooie Divine boxen. En een mooi crimson mixpaneeltje waarmee ik zeg maar alle geluiden kan bedienen. Maar moet je dat geluid worden, joh? Oh, heerlijk! En weet je wat het grappige is? Ik weet niet of je dat hier goed kan zien, maar ik heb het volume van deze studiomonitor op de helft staan. Dus als ik wil, zal ik het zelf nog harder kunnen doen. En als ik nou zo zeg van, hé, ik wil even praten. Hoppa. Muziek wordt iets zachter, dan kan ik gewoon praten. Maar als ik zo zeg van, ik wil het niet op de box hebben, ik wil het op mijn headset hebben. Boep. Hoor je dat? Oh. Hoor dat? Oh my god, en dan komt het uit mijn headset en niet meer... Oh, niet vallen. En niet uit de boxen, wauw, prachtig. Oh, en dit is trouwens hoe het nummer heet voor de mensen die benieuwd zijn. Kijk, dit zijn dus de boxen, de Divine MR5A. Voor de geïnteresseerden, hier heb je de specificaties staan. En ja, hier heb je ook allemaal informatie staan en zo. Maar mocht jij er dus benieuwd naar zijn, check dan even de links in de beschrijving. Daar heb ik ook al deze producten gelinkt. En dan kan je meer informatie erover vinden. Dus nogmaals, dankjewel Bax Music voor het sponsoren van deze video. En het geven van deze hele mooie producten aan mij. Ik gebruik ze nu al een week en ze bevallen me top. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, check de links in de beschrijving. En dan gaan we nu verder met... Fly! Wat is dit? Dit is letterlijk 10 uur lang. Maar haar armen zijn ook heel raar. Huh? Dit is echt super dik en dit is heel dun. Is het dan een pak aan of is het gewoon haar lichaam? Huh? Wat? Ja, het moet erop staan. Wat? Volgens mij was dat een blaastest, maar dacht die man dat het drank was of hij deed voor de grap of... Yo, mijn mind is confused. Huh? Het is pas het begin van dit jaar, oké? Ik ben nog niet heel slim in alles precies snappen. Carglass vervangt. Hallo, ik ben Martin van Carglass. Denkt u dat zo'n sterretje geen kwaad kan? Kijk dan maar eens goed wat er gebeurt als ik de airco aanzet. Ah, dus dat gebeurt er als er een sterretje is. Ik dacht al, huh? Kan toch nooit zoveel kwaad? Nee joh, tuurlijk, hele auto explodeert. Wat kut weer. Hey bro, you want shoes on? Yeah, yeah. I've seen that already, bro. I got a new one. Okay. Oh! Oh! Oh nee! Oh! What the fuck? Wat is er mis met je? Holy shit! Damn! Crazy! Ik krijg hem niet verder dan dit. Wat de... Yo, what the fuck. En mensen zeggen dat aliens niet bestaan, huh? Ik weet niet hoor, maar dit is toch echt het bewijs dat aliens bestaan. Deze supergestoorde dieren zijn extreem agressief. Kom, we moeten het was in. Een van de meest zieke plekken ter wereld. Er zitten hier overal dieren. Ho, 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 godverdamme. Vissen, vissen, er zit hier vis. Holy kanker, wat is die groot. Holy shit, een reusanaconda. We moeten hem knijpen. Wow, oh ja, kom dan, kom dan. Kutmurm, kutmurm. God dang it. Het is zo oud, maar het blijft goud, dude. Wow, dat reem, of niet? Het is zo oud, maar het blijft goud. Oh my god, ik moet echt een rapper worden. Ik heb al een diss track en ik heb nu gekke rijms. Ik denk gewoon echt dat ik een rapper moet worden. Doe 1 duimpje omhoog als jij wil dat ik een rapper word. En doe een duimpje naar beneden als jij... doe geen duimpje naar beneden, alsjeblieft. Niet doen. Abonneer trouwens wel even beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Want YouTube verwijdert allemaal inactieve abonnees. En dat maakt me best wel depressief, want ik zie elke keer dat de abonnees weggaan. En er komen wel weer bij, maar dan gaan ook mensen al... Abonneer alsjeblieft. Ik heb het gevoel dat mijn kanaal doodgaat. Of minstens niet, ik weet niet eens wat de impact is van de diss track. Want nu ik dit opneem, moet die nog online komen, dus... Ja. Abonneer alsjeblieft nog steeds. Please, abonneer. pest me. Je moet eten, dat moet je doen. Maar jij pest me. Ik pest je niet, je moet gewoon alles eten. Je pest me wel. Dan niet. Lille pest me. Je moet eten. Arme jongen wordt gepest en dan wordt hij ook nog eens gedwongen eten te eten. Wat een kindermishandeling dit. Pest me hoofd. Ja, ik pest je hoofd. Ja, je hebt een pest me hoofd. Je moet eten. Ik heb hoofdpijn, heel hoofdpijn. Is goed eten. Wacht, wat? Jij pest mijn hoofd, ik heb hoofdpijn. Wacht, huh? Is dit nou kindermishandeling of niet? Of weet de kind niet precies wat de definitie is van pesten? Wat? Mijn nek doet pijn. Je hebt mijn nek pijn gedaan. Jojo, kan je eten? Wat? Nee. Het lijkt op je. Doei. Wat? Wat? Ik weet nu al dat het kind waarschijnlijk een comedian gaat worden. Kunnen we stoppen met deze hele korte kutfilmpje? Nee, grapje, blijf ze verhaal doorsturen. Holy shit. Take me to your Xbox to play Fortnite today. You can take me to Moisty Mire, but not Loot Lake. I really love to chug with you. Ja, ja, ja. Content. Dames en heren. Content. Wat de F is dit? Huh? Is dit echt? Hebben ze dit echt zo gezongen of is dit ook zo'n videofuck? Aan de blikken van de mensen te zien is dit wel echt. Oh my god, wat een helden. Ik was een mongool, terug in de riool. Ga beter bij u ma, u wordt ze vol kaka. Losse kop, lelijk als last. Oma zoel, zeven dus is niet om aan te zien. Wat is dit? Wat? Zo cute! Oh, kijk dan hoe cute dit is! Gaat hij ook nog miauwen? Ik wil hem horen miauwen. Dus geen miauw. Geen miauw geluidje, niet? Oké, nou dat is jammer. Nee, wat kut! Nee, nu is het kut! Je kan niet een schattig kattenfilmpje maken zonder dat je de kat hoort miauwen! Wat? Weet je wat, ik ga het hier ook vandaag gewoon bij laten. Vond je dit nou een leuke video? Dan weet je wat je moet doen. Doe dan vooral even een duimpje omhoog. Abonneer hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En druk dat notificatieknopje even in, zodat jij een melding krijgt wanneer ik een video upload. Volg mij daarnaast ook eventjes op Instagram. Aangezien dat is het platform waar ik jullie allemaal up-to-date hou over wat ik allemaal doe in mijn leven. En wat voor content eraan gaat komen. Dus dan bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Skabadoop, skabadoop, skabadoop.